Ik heb een gevoel, een uniek gevoel. En misschien dat jij snapt wat ik bedoel. Het is een bepaalde sfeer, een diep gevoel. Een gevoel dat terug gaat, het in die old school. Het is hiphop, de pure hiphop. De funkie stijl die alle andere shit klopt. Het gevoel is wel oud, maar krachtig. Ik neem je mee terug naar 1982. Mijn neef en ik begonnen samen met graffiti. We waren nog jong, maar we gingen al city. Dag en nacht waren wij ermee bezig. Op elke muur was onze naam aanwezig. En toen zagen we New York op tv en maakten onze eerste piece op de O.S.G. En 1983, godkeleren, die shit was prachtig. Ik zie het nog helemaal vol, maar glashelder. De Amsterdamse grafische school, de kelder, de plek voor breakdance en electric boogie. En de rest van de school stond te kijken in een hoekie. Sommigen begonnen toen te rappen in die tijd. En de hiphop cultuur werd vet verspreid. En toen het in 85 echt begon, elke zaterdagavond na Akneton. Want discotheken konden mijn interesse niet wekken. Ik ging liever Amsterdamse pioniers uitchecken. Zoals de Beatmasters en de Smallboys, de Charming Crew, LTH en Rootboy. Damn, die shit was underground. Maar in de States was rap all around. Dus daarna bleef vertrekken om de boel uit te checken in Amerika. En het gevoel was lekker. Terug in Nederland, nu alweer een jaar later. Iedereen rapte en ik kon het niet laten om ook funky shit in het Engels te gaan bassen. Samen met DJ Klopt, het was klasse. De kick in de freaky freaky freestyle shit. En droomde stiekem van een dikke vette hit. 1988 kwam reeds. En ik weer met mijn Engelse raps naar de States. Ik liet ze horen naar mijn rappers in Compton. En vroegen om wat ze er eerlijk van vonden. Ze zeiden, man, I kinda like that shit. But in the US of A, you never make a hit. You can't hide where you're coming from, my man. So kick your own shit back in Amsterdam. Ja, en ik dacht, ze hebben gelijk. Ik blijf een boerenkoop, vreten uit een Amsterdamse wijk. Maar aangezien ik daar altijd wel trots op ben geweest, ging ik in 89 de keer als een best. En begon hardcore in de Nederlandse taal. What the wacky day? Schijt aan jullie allemaal. Ik probeer het te creëren, maar je noemt me klerenleier. Maar ik ben een creatief, dus zeg maar creatieve slijer. En maak me blijer, want elke reactie is voor mij een positieve leier. Het was een moeilijke tijd, maar we gingen ervoor. En in 92 brak onze shit echt door. En dan de stap naar nu. Je hoort gewoon dubbel neppe rappers met een te laag IQ. Nou komt iedereen met een pop of met een crossover band. Maar ik ben toch niet van hun de oldschool kent. Want zeker zo'n rapper op een koude hiphop beat. Zonder band om zich te schuilen, dan vloeit die sukkel niet. Als zo'n rapper daarna vroeger had geflitten, werd die bekers waar gedissen op de mail weer afgekikt. En dat is hoe het voor mij bleef en hoe het leef. Omdat ik jou het liefst de pure hiphop geef. Dus bezoek geen hardcore hiphop nacht. Als jij een hele fucking band met een zoveel wacht. Want zo is het bij jongens echt nooit geweest. Gemeine bieten, mic en boom, het is feest. Ik word moe van die nieuwe schoolpinken. Die mij komen vertellen hoe hiphop wordt te klinken. Of ze staan te praten van dat ze ons haten. Ey, als je nadacht dan zou je het verlaten. De vraag inderdaad is of het de rechte hart is. Stop je bullshit voordat het te laat is. Want ook dit doet bij het gevoel. In de ouderwetse battle weet je wel wat ik bedoel, troe. Jij kan het gewoon niet uitstaan. De neder op zijn vet is aan gaan slaan. En ook al vind je mijn shit vaak te hard. Al die Nederlandse teksten komen recht uit mijn hart. Want soms voel ik mij geïrriteerd. Soms voel ik mij agressief. Soms voel ik mij gewoon prima. Soms voel ik me depressief. Soms voel ik zelfs helemaal niets. Soms voel ik mij tip-top. Maar godverdomme hoe ik mij ook voel. Ik voel me altijd op het top hip-hop. Het old-school gevoel.